Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door huisartsenpraktijk Symfonie in Bunschoten, winkelcentrum Symfonie in Nieuw-Vennep en snackbar Symfonie in Maarsen. Nou, de symfonie dus, daar gaan we het over hebben. De symfonie, die ken je wel van het symfonieorkest, of van de Bittersweet Symphony, of het liedje Symphony van Clean Bandit, of de mooiste symfonie onder de film genaamd Wij Tweeën. Ach, ja, poema's, schitterend. Maar we gaan terug in de tijd, want het woord symfonie, het zal weer eens niet, komt uit het Oud-Grieks, symphoné. Symphoné, ja, mijn Grieks is niet zo goed, maar het betekent samenklank, symphoné, samenklank. Mooi bedacht. Maar die oude Grieken kennen nog geen vijfde van Beethoven. Dat kwam veel later pas. In de middeleeuwen had je het woord symfonie als omschrijving van een instrument dat meerdere geluiden tegelijkertijd kon voorbrengen. Een spinet, een toetsinstrument, werd ook wel een symfonie genoemd. Want ja, dat kon ook door één persoon meerdere klanken voorbrengen. De muziekvorm kwam pas later. In Italië, in de buurt van Napels, in de 17e eeuw had je de sinfonia. Het was eigenlijk een meerdelige instrumentale opening van een opera. Nog voordat er aria's werden gezongen, bood de componist in zo'n sinfonia al wat smakelijke melodietjes om het publiek op te warmen. Maar die sinfonia's werden zo populair dat ze ook los van de opera werden uitgevoerd. Oh ja. En ook werden gecomponeerd los van de opera. Interessant. De indeling was heel voorspelbaar. Snel, langzaam, snel. Drie delen. Het publiek wist waar het aan toe was. Het was fris uitgevoerd door een compact orkest met voornamelijk strijkers en misschien een paar blazers. Een belangrijke persoon in dat licht is Johann Stamitz. Een Tsjech, Johann Stamitz, die uiteindelijk ook in Mannheim, de stad in Duitsland, veel heeft betekend voor de ontwikkeling van de symfonie zoals die later door Haydn en Mozart werd doorontwikkeld. Mannheim, de industriestad waar we ook de fiets, de auto, de trekker en dus de symfonie aan te danken hebben. Dank u, Mannheim. Die symfonieën van Stamitz waren vrij formeel. Een heldere indeling waar ook later Joseph Haydn met meer dan 100 symfonieën en Mozart met 41 officiële symfonieën mee aan de slag gingen. De indeling werd wel iets uitgebreid, want van 3 ging het naar 4. Eerste deel snel, dan een langzaam bedachtzaam tweede deel, dan een scherzo of een menuet, als een tussendoortje, en vervolgens weer snel de finale, het vierde deel. En dit recept bleek behoorlijk verslavend te zijn. Maar die muziek stond vaak op zichzelf, had verder niet echt een boodschap. Die eigenheid werd onder meer door Ludwig van Beethoven ontwikkeld. Ik pak eerst de Hollanders en dan de Pruisen en dan de Russen. Zijn symfonie Eroica werd geschreven als een soort eerbetoon aan Napoleon. En zijn 9e symfonie, met het bekende Ode aan die Freude, was weer gebaseerd op een gedicht van Schiller. Alle mensen werden broeder. Programmatische muziek. Ander voorbeeld daarvan is de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz. Waarschijnlijk geschreven onder de invloed van bepaalde zaken, is het een heel bijzonder werk geworden met een heksensabbat en een gang naar het schavot. Je hoort de hakbijl gewoon vallen. Je ziet hem bijna door het orkest dat kan verklanken. Nou, dat kon omdat het orkest is uitgegroeid van wat strijkertjes in een paar hobo's in Mannheim tot een joekel van een instrument met strijkers, houtblazers, koperblazers, trompetten, trombones, tuba's en ook veel slagwerk. Niet alleen pauk, maar ook bekkens, gong, triangle, klokkenspel, windmachine, autotoeters. Wap, wap. Inderdaad, het kon uiteindelijk niet op. Het leidde zelfs tot een record met de première van de 8e symfonie van Gustav Mahler, begin 20e eeuw. Daar in München, op een goede of slechte avond, stonden 1030 mensen op het podium. Het schijnt nogal een behoorlijk kabaal te zijn geweest, de uitvoering was niet al te best. En dan te bedenken dat Mahler het heeft gecomponeerd als een ultiem blijk van zijn liefde voor Alma. Alma, zijn overspelige vrouw die daar niet mee zou ophouden. Tevergeefs dus. Nou ja, het heeft wel een mooie record opgeleverd. Dat is wel leuk. Over records gesproken, je hebt symfonieën die lang zijn, die kort zijn, die groot zijn, die zacht zijn. De kortste is van Michael Wolters. Een in Duitsland geboren componist die in Engeland al jarenlang de gekste fratsen verzint. Zoals zijn Spring Symphony. 17 seconden kort. En bestaat uit meerdere delen. Ja, ja. De langste, dat is de tweede orgelsymfonie van Sorabji. Ga er maar aan staan. 8,5 uur. 1 organist. Op YouTube zie je de slotakkoorden van die tweede orgelsymfonie en de organist die als een gebroken man van die orgelbank wegstrompelt. Geef me applaus. Ik neem aan dat de man toch wel een incontinentieluier aan had. Zo'n luier is trouwens ook niet onverstandig als je naar de 3e symfonie van Mahler gaat. Want die 3e van Mahler kan 1 uur en 3 kwartier duren. Zul je zeggen, nou dat hou ik net op. Ja, maar je zult net zien hè. Maak die luisterervaring makkelijk. Mahler 3, luier aan. Mahler 3, luier aan. Snelste geld dat ik ooit verdiend heb. In elk geval, die wereld van die symfonie. Schitterend. Dat smaakt toch naar meer?
Snackbar de Symfonie in Maars. Een tweede kipkoor gratis bij vermelding. Kortingscode muziek in de notendop. Je bent gek als je zo'n deal laat lopen.